We zijn hier op de Velodroom in Heusden-Zolder, een project van Hoube samen met Van Hout, waarbij we eigenlijk de tweede wielerpiste in Vlaanderen maken, die ook UCI gehomologeerd is. We hebben hier enkele belangrijke en speciale toepassingen gedaan. Dat zijn enerzijds de grote dakspand hier van 80 meter lang, die we in drie delen hebben moeten plaatsen. Een heel grote uitdaging. Ook de time management was een heel grote uitdaging hier. We hebben hier gebruik gemaakt van bijna allemaal prefab. Er zijn maar twee balken op de hele bouw die ter plaatse gestort zijn geweest, om eigenlijk die bouw zo snel mogelijk omhoog te krijgen. En uiteraard als laatste uitdaging de houten piste zelf, die we eigenlijk om optimaal resultaten te bekomen in ideale omstandigheden hebben in elkaar moeten timmeren om eigenlijk de snelste piste ter wereld te worden. We staan hier op een uniek project. We staan hier niet alleen op de snelste velodroom van de wereld, maar zeker ook de mooiste velodroom van de wereld. We hebben dit unieke project gerealiseerd in een design build maintain samenwerking. Dat betekent dus dat we een consortium gevormd hebben van ontwerpers, aannemers en onderhoudspartij die dus de krachten gebundeld hebben om dit project te realiseren. We zitten natuurlijk bij verschillende opdrachtgevende besturen. We hebben de gemeente Heusden-Zolder, we hebben Sport Vlaanderen, we hebben VZ2 Cycling Friends, die allemaal hun programma van eisen hadden, allemaal hun wensen. Om dat allemaal te bundelen in één gebouw was best wel een uitdaging. Je zit natuurlijk ook met een zeer specifieke economische context. We hebben corona gehad, we hebben daarna de Oekraïne-crisis gehad, we hebben de energiecrisis gehad. Dus het maakt dat we toch wel in moeilijke omstandigheden dit uniek project hebben moeten realiseren. Maar ik ben fier en zeer trots dat we dat tot een goed einde hebben kunnen brengen. Uiteraard zijn we als aannemers van Houten-Hoube zeer trots op dit unieke project en kijken we er uiteraard naar uit om hier zoveel mogelijk records te zien sneuvelen in de toekomst.